Welkom en leuk dat je weer kijkt naar golfvrouw.nl. Vandaag staan we in de baan en wil ik het met jullie heel graag hebben over het toppen van de bal. En natuurlijk dat we willen stoppen met toppen van de bal. Nou, dat is een best lastig onderwerp, omdat het op zoveel verschillende manieren kan. Je kan dus op heel veel verschillende manieren de bal aan de bovenkant raken. Nou, waar ik even mee wil beginnen, en dat zijn eigenlijk twee dingen die je heel goed zelf kan checken. Want wat gebeurt er op het moment dat je topt? Hè? Je zit te hoog met je clubblad bij de bal. Nou, wat je vaak ziet is, ik wil nog even één fabel uit de wereld helpen. Namelijk wat je vaak hoort op de tee, ja, je keek weer te vroeg op. Nou, dat is nou iets wat echt niet kan. Want al zou je alleen maar opkijken, dus je doet dit. Of je doet dit, je kan eigenlijk met je hoofd alle kanten op. Wat er vaak gebeurt, is dat het lichaam helemaal omhoog gaat. Nou, en dat is iets wat je niet wilt. Nou, dat kan je al checken op het moment dat je je backswing start. Want vaak zien we deze, hè. We doen kont naar achter, knieën van het slot, armen lekker ontspannen laten hangen. En als we dan naar achter draaien, zie je iemand helemaal rechtop komen. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want als ik vanaf hier nu mijn club laat vallen, dan zit ik al veel te hoog bij de grond en zal ik dat moeten corrigeren. Kom ik zo meteen op. Dus wat je als eerst kan gaan doen is kont naar achter, knieën van het slot. Op veel golfbanen hebben ze wel een spiegel hangen. En dan draai je naar achter en check je of je nog op dezelfde hoogte bent als dat je gestart bent. Zijn je billen nog naar achter? Is je schouder mooi laag en ben je niet omhoog gekomen? Dat is nummer 1, dus keep your posture, zeggen we dan. Blijf in je hoeken staan. Nou, op het moment dat dat nou goed is, hè, moet je altijd ervoor zorgen dat je echt goed naar dat linkerbeen doordraait. Wat we vaak zien vanaf hier is, oh, eerst die club eruit, nee, dan raak ik of de grond. En als ik dat niet wil, wat gebeurt, doen we dan als oplossing, want een beetje balgevoel hebben we allemaal. Trekken we die armen in. En dan zie je eigenlijk dat er met mijn onderlichaam niets gebeurt. Ik heb alleen maar vanaf hier heel hard de bal proberen te slaan. Of ik raak de grond. Of ik ben net op tijd om mijn armen in te trekken. Nou, het ziet er eigenlijk ook al een beetje gek uit, hè? Ja, precies. Dus wat wil je op het moment dat je in de top van je backswing bent? Blijf in je hoeken en vanaf hier lekker doordraaien naar dat linkerbeen. Gestart vanuit je heupen. En gestart vanuit gewichtverplaatsing. Dankjewel voor het kijken. Ga hiermee aan de slag. Zelf en natuurlijk op de club bij je eigen golfprofessional. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog voor deze video. Like ons op Facebook, Instagram en bezoek regelmatig onze website. En vergeet je niet gratis te abonneren op dit YouTube kanaal. Dankjewel.